de man om onze vloot te leiden. Opperbevelhebber? Je bent een van de meest ervaren mensen in onze vloot. De Engelsen zitten niet stil, maar we moeten de vloot nu opbouwen. De Engelsen willen oorlog met ons voeren, omdat wij Nederlanders zijn. Vrije Nederlanders! Ja, niets gemist heb. Ik had er alleen voor stond dat ik er niet bij was. Ik had je toch niet meer in de steek. Het gaat om het landsbelang, Ruiter. Ga maar. Het heeft weinig zin om thuis te blijven als er straks geen thuis meer is. Strakke organisatie, dat is de sleutel. Geen eskader oproepen! Haal de hel die tanker neer! Onze vloot heeft een Engelse flink pak slaag gegeven. De Ruiter lured you into a trap. Dus die de Ruiter is inderdaad zo goed als dat ze zeggen. Dat is een mooie overwinning voor Johan de Wit. Het gevaar komt van de prins gezin. Ja, de Engels definitief op de knieën liggen. En de prins van Orange, William III. U kunt een beslissende rol spelen. U bent niet voor niets de neef van de Engelse koning. What would you think if I was to make you king of the Netherlands? You surely don't expect me to betray my country, do you? I expect you to do your duty by your family. Je kunt het symbool van ons verzet zijn, Michiel. Mijn burgeroorlog om geweten hebben. Juist nu moeten we laten zien dat we kunnen samenwerken. Dit is het moment om mijn slag te slaan. Jij moet ze tegenhouden. Ik vind geen betere dan nu. Voor zo'n man wil je leven nog een keer op het spel zetten. Voor een man die nog nooit heeft bedacht hoe het voor ons is en onze kinderen. Juist voor jou, juist voor de kinderen. Begrijp dat dan. Hij garandeert jullie veiligheid als ik weg ben. We moeten dit land met z'n allen weer opbouwen. Dit is onze belangrijkste troef, Michiel. Onze vrijheid alleen beschermen als we ook willen vechten voor die van een ander. Ja, kom op!